Ik ben Rianne Kooi, ik ben onderzoeker bij het Experium Center of Expertise Leren met ICT. En ik doe onder andere onderzoek naar maakonderwijs. En een van de dingen die ons is opgevallen in gesprek met leraren en bij het observeren bij leraren is dat de leraren die nu aan de slag zijn gaan met maakonderwijs, dat die het lastig vinden om de leerlingen te laten reflecteren op hun eerste prototype en om ze daar dan nog een verbeterslag op te laten maken. Want heel veel leerlingen zijn heel trots op wat ze hebben gemaakt. En hoe zet je dan dat reflecteren aan om te zorgen dat ze nog wat kritischer naar hun werk gaan kijken en die verbeterslag maken. En wat wij denken dat daarbij heel belangrijk is, is dat er in de beginfase van een maakonderwijsproject voldoende aandacht is voor het afbakenen van het probleem. Zodat je een goed, niet al te groot probleem hebt. En daarbij een set ontwerpeisen maken, zodat de leerlingen hun prototype naast deze ontwerpeisen kunnen leggen en na kunnen denken over de vraag, is dit nou de beste oplossing voor het probleem? En dat kan ze handvatten geven om tot die reflectie te komen en om daardoor nog een verbeterslag te kunnen maken over hun prototype. En datzelfde zien we eigenlijk ook terug in het ontwerpen van de leerarrangementen met leraren. Ook daar hebben we een set ontwerpeisen opgesteld en die set is wel heel groot geworden. Dus het is heel lastig om al die ontwerpeisen terug te laten komen in het leerarrangement. En dat hoeft misschien ook niet, maar het helpt ons nu wel heel erg in de verbeterslag die we gaan maken over deze leerarrangementen om terug te kunnen gaan naar die ontwerpeisen. Met daarbij ook in ons achterhoofd de ervaringen met deze leerarrangementen. En als je dan nu kijkt waar je tegenaan loopt en kijkt naar de ontwerpeisen, kan er dan dus nog een verbeterslag gemaakt worden over het leerarrangement om het nog een stukje beter te maken?